Dit wordt het verhaal over een land dat nog net geen land is. Een land waar je je soms in Nederland waant, maar soms ook in de derde wereld. Dit wordt het verhaal van een zanger die droomt van onafhankelijkheid. Van een politicus die strijdt tegen racisme. Van een milieuactivist die gek wordt van corruptie. Het verhaal ook van een filantroop die opkomt voor de allerarmsten. En van een Zuid-Amerikaanse president die op de loer ligt. Dit is het verhaal van Curaçao. De hete oktobermaand is geen goede tijd om Curaçao te bezoeken. Beetje warm, hè? Ja, heel warm hier. Ja, lekker, hè? Met zo'n frisse water. De protestzanger Oswin Behilia neemt ons mee naar zijn favoriete strand. Daar wilde hij het lied zingen dat hem bij veel Curaçaoers zo geliefd maakt. Eigenlijk, het is een gebed, een soort gebed is het. Laat me onafhankelijk worden en zo, zoiets. Het dus gaat over Curaçao, onafhankelijkheid. Ja. Dus doename Curaçao, Bali viva. Wat bij gewoon nog. Dus doename Curaçao, Bali viva. Dus doename Curaçao, independente. Het is een toepasselijk lied. Op 10 oktober wordt Curaçao een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Autonoom, maar zeker niet onafhankelijk. Nederland laat Curaçao niet los. In Nederland is het toch een gewone een gewoonte dat indien uw zoon of dochter 18 jaar wordt, dan moet ze onafhankelijk worden. Dan moet ze uit huis. Dat is gewoon niemand vraagt indien zij het aan kan of indien hij het aan kan, niemand vraagt dat. Ze zeggen gewoon, kijk hier, je bent nu 18, nu is het anders, het is nu afgelopen, je moet voor jezelf zorgen. Het rommelt op Curaçao. Neem dit hek, het symboliseert de verhoudingen op het eiland. Blanke toeristen en de inheemse lokale bevolking komen elkaar niet meer tegen. De stranden zijn verkocht aan hotelketens. De strand is van niemand, dat is de bedoeling. Maar eerst alleen maar van de hotels. Ja, dat kan niet, hè. Want die strand is voor allemaal. Blank, zwart, allemaal. En er zijn zoveel stranden, dat doen ze dat nou. Moet je betalen of dan kun je niet daar komen of zo. De situatie op de stranden staat voor de gecompliceerde verhouding tussen Nederland en Curaçao. Het verbreken van de banden met de voormalige kolonisator is daarom voor een deel van de bevolking de enige oplossing. Maar is Curaçao volwassen genoeg als, ja, om te zeggen? Ja, dat is de vraag, ja. Dat is de vraag. Ik kan alles zeggen, maar dat is de vraag. Wat denkt u? Ja, u gaat u zo. En wat denkt u dan? Zegt u? Wat denkt u? Volwassen genoeg? Ja, volwassen genoeg. Kan ik zeggen ja of nee? Maar ik denk, wij moeten daarvoor streven. Verschillende politieke partijen mobiliseren de onvrede op het eiland. Zoals de partij van Helmer Wils. Wat voor type man gaan wij zo ontmoeten hier? Als we hem zo moeten omschrijven? Meestal is het zo dat de grote mensen klein zijn van postuur. Oké, dus daar moeten we opletten. Ja, daar moeten we opletten, ja. Dag meneer Wils. Goedenavond. Dit is de plek waar we moesten zijn, hè? Ja. Mag ik kort even meelopen? É palhaçada tocante de multiculturalismo que é a diferença mais grande do mundo da vida. Curaçao não está multicultural. Curaçao está território que tem diferente grupo étnico, está vivo a banda de outro, tolerando outro. That's it. Tijdens zijn wekelijkse radioprogramma discussieert Wils met luisteraars. Hij zoekt contact met zijn kiezers. Terugkerend woord is ongelijkheid. Daar zijn alle problemen op Curaçao naar terug te herleiden. Curaçao is volgens Wils te lang geleid door bestuurders die samenspannen met Nederland. De mensen die voor ons stemmen, hopen en echt verwachten dat wij een einde kunnen maken aan de corruptie, aan wanbeleid en vooral het onderwijs kunnen opkrikken en een gelijke verdeling van de rijkdommen en niet dat 12% van ons land alle rijkdommen, van alle rijkdommen profiteert. Wils zit inmiddels in de regering en beslist mee over de toekomst van Curaçao.
Een toekomst zonder Nederlandse bemoeienis. Wat wordt er zo erg meer na het oordeel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden? Dat je, zoals de heer Van Kappen vorig jaar in de Eerste Kamer gezegd heeft, Van Kappen heeft gezegd, ze zullen gelijkwaardig zijn, maar nooit gelijk. Curaçao zet volgende week zondag dus een belangrijke stap richting onafhankelijkheid. Nederland blijft echter verantwoordelijk voor het buitenlands beleid en defensie. En daarom zal de marine niet vertrekken van Curaçao. En dat is dan weer jammer voor die grote buurjongen Hugo Chavez van Venezuela. Es decir, estoy acusando al reino de los Países Bajos de estar preparando junto al imperio yanqui una agresión contra Venezuela. Que es necesario que se sepa que ahí está Aruba, Curazao, Bonaire. Son tres islas que están en el mar territorial venezolano. El reino de los Países Bajos debe considerar que esos territorios que ya deberían ser estados independientes. Nederland vreest de onberekenbare Chavez, vooral als Curaçao onafhankelijk zou worden. Ik denk dus dat Curaçao dapper op weg gaat op eigen benen de toekomst in. Maar dat die invloedssfeer van Venezuela zich stap voor stap zal uitbreiden over, zeker over de Benedenwindse eilanden. De Nederlandse oud-ambassadeur in Venezuela waarschuwt Curaçao tegen het nastreven van totale onafhankelijkheid. Ik denk dat door het uitoefenen van politieke invloed en door het hebben van geduld het uiteindelijk mijn gevoel onvermijdelijk is haast dat de Benedenwindse eilanden in dat geval in de armen van Venezuela zullen vallen. Vooral omdat de economische mogelijkheden van de Benedenwindse eilanden om echt op zichzelf te staan, in mijn optiek, zeer beperkt zijn. De invloed van Hugo Chavez is al voelbaar op Curaçao. Zo is het eiland voor vers voedsel afhankelijk van het 50 kilometer verderop liggende Venezuela. Iedere ochtend arriveren bootjes met groenten en fruit in de haven van Willemstad. Chávez, está con el pueblo, pobre, con los pobres. ¿Qué piensas si Chávez viene aquí a comandar? Lo alegramos, ¿ah? Lo alegramos y lo contentamos. ¿Sí? Claro que sí. ¿Pero crees que es una buena idea? Es una buena idea que venga. Maar niet alle Venezolaanse marktkooplieden zijn ambassadeurs voor Chávez op Curaçao. Yo sí, yo sí, yo sí, yo con Chávez. ¿Tú tienes que opinar sí o no? Yo no quiero tampoco. Yo sí. Entonces, ¿tú opinas? No, porque aquí estamos viendo el gobierno de Amal. A mí me gusta el gobierno de él. Epa, ¿cómo no? La mariquera que estamos haciendo una entrevista. Que diga que esté mal en Venezuela, está equivocado. Oye, lo estamos adelantando los acontecimientos porque ya Chávez perdió. Ella es la que tiene la palabra. Ya para el 2012 está después. Entonces tendremos otro presidente en Venezuela, ¿no? Waar de invloed van Venezuela echt zichtbaar is op Curaçao, is bij de olieraffinaderij. Die wordt geëxploiteerd door het Venezolaanse staatsbedrijf PDVSA. Het hele gebied inclusief water is 600 hectare. Maar dat is dus eigenlijk van Venezuela nu. Ja, ja, ja. En dit is echt letterlijk het hart van Curaçao. Peter van Leeuwen is, behalve zakenman, ook milieuactivist. De raffinaderij veroorzaakt een ware olieramp op het eiland. Er vallen 18 doden per jaar. De milieuregels worden met voeten getreden, niet alleen door Venezuela, maar ook door de Curaçaose bestuurders. Er staan politici op de loonlijst van de raffinaderij. Ja, ja. We hebben loonlijsten. Nou ja, die zijn in dienst van de raffinaderij, staan op de loonlijst en die krijgen vrij om het land te dienen. Oftewel de belangen van de PDVSA, zou ik het ook zeggen. En dus ook het belang van Venezuela. En dus het belang van Chavez, ja. Is dat ook de reden, denkt u, dat er dus zo weinig gebeurt? Omdat ja, die lokale politici ook hier gewoon in het bestuur zitten van deze raffinaderij. En dat het zo elkaar allemaal maar een beetje in stand houdt? Nou, ze zijn belangen. Dat kan niet anders. Als je als politicus weet wat hier gebeurt en ze weten verdomd goed wat hier gebeurt. En je laat het toe, dan heb je kennelijk andere belangen te dienen. Want als jij zegt, ik kom voor het volk, voor de arme mensen, en dat zijn deze partijen, dan sta je dit niet toe. Wellicht een pact dus tussen Curaçaose politici en Venezuela. We horen het overal, maar harde bewijzen zijn er niet. Een andere hardnekkige beschuldiging.
Chavez zou partijen op Curaçao steunen die voor onafhankelijkheid strijden. Alweer Larikoek en Apelkoek. Kijk, onze mensen die doen veel aan fundraisings. Maar nog wat geld moet uit Venezuela. Luister, onze boeken die zijn open. Onze accounting die is open. We hebben een administrateur, we hebben een pen, twee penningmeesters. En iedereen kan op elk moment dan ook onze boeken even bekijken. Voor veel Curaçaoers is onafhankelijkheid echter nog een brug te ver. Het is niet realistisch en het verlamt de discussie over wat er nu moet gebeuren. Ze vinden ook dat het zwart-wit denken de verhoudingen onnodig op scherp zet. Ik kan claimen dat ik dus negroïde bloed in mijn hersen, in mijn ader heb, slavenbloed. Als je dus ver genoeg kijkt en indianenbloed, mijn moeder is Hollandse. Ja, maar ik heb volle neven, die zijn heel donker. Die zijn gitzwart en ik heb lichtjes die zijn rond en hebben blauwe ogen. En door die gemengde achtergrond is Andres Casimiri misschien wel de ultieme Curaçaoer. Casimiri zet zich in voor de allerarmsten op het eiland en neemt ons mee naar de wijken waar de toeristen niet komen. Nou, dit is, als je dus echt een huis wilt zien hoe sommige mensen erbij wonen, ja, je kan als het ware met je handen zo door de muur gaan. En toch, als je wat anders hebt, dan is dit je huis. Daar woon je. Er ligt nog wel een bijbel. Ja, er ligt nog wel een bijbel. Ja, hier, ja. Wow, dit is het normaal. Ja, ja. Lees dan goed al. Kun je lezen? Zo. Zo gaan het in voedselbank. Dan moet je een beetje troosten. Ja, ja. Dit is één geval. Zo zijn er veel meer. Ja. Maar klopt het, die wens van veel mensen om onafhankelijk te willen worden, want dan wordt alles beter, lopen ze achter? Nee, ik denk niet dat mensen onafhankelijk willen worden. Mensen willen gewoon het wel beter willen hebben. Maar ze noemen het onafhankelijk. Nee, er is een politicus die wenst dat wij naar onafhankelijkheid toe gaan. Maar daar zijn we nog lang niet aan toe. Ja, we moeten eerst leren op onze eigen benen te staan. Als wij dit soort gevallen niet zelf op kunnen lossen, dan moeten we er zeer zeker niet aan onafhankelijkheid. Maar meneer Wils is een politicus die zegt, ik kan het alleen maar oplossen als ik onafhankelijk... Ja, hij moet natuurlijk heel veel mensen achter zich hebben staan voordat hij echt iets kan doen. Ja, maar ik zou zeggen, ga eerst problemen oplossen. 10 oktober, een historische datum of slechts een tussenstap. Onder toezicht oog van Willem de Zwijger wordt volgende week het feest van de autonomie gevierd. Willem-Alexander en Maxima komen naar het eiland om mee te feesten. De oranje is een verbindende factor tussen Nederland en Curaçao, toch? Soms zeg ik tegen mezelf, indien Nederland een 80-jarige oorlog heeft gevoerd om onafhankelijk te worden, dan zal het de moeite waard zijn om onafhankelijk te worden. U heeft de tijd. Ja. Niet te veel, hè? Gaan we wel de tijd. Ik ben Kupa, ik ben Kupa, ik ben Kusia Kupera. Sino Mayan, Thanos Turta Malpara. Sino Mayan, Thanos Turta Malpara. Dit was Brandpunt.